28 augustus 1939. De dreiging komt steeds dichterbij. De regering besluit op mobilisatie. En het Nederlandse leger is er klaar voor. We hebben een tank! Dat is niet deze, Luc. Welke dan? Die daarnaast. Dit? Yep. Ja, het ziet er misschien niet heel indrukwekkend uit, maar de grote vooroorlogse Nederlandse tankmacht bestond uit dit type tank. De Renault FT. Eén voertuig. Zo eentje. Dat was het. Nu kun je je vast wel voorstellen dat het daarmee niet de bedoeling was om mogelijke buitenlandse agressors te intimideren. Maar waarom schaf je zo'n ding dan aan? Nou, laten we, voordat we daar verder op ingaan, eerst eens heel eventjes kijken naar de geschiedenis van dit voertuig en van tanks aan zich. Eerlijk is eerlijk, toen in september 1916 de allereerste Engelse tanks over de Franse moddervelden van de Eerste Wereldoorlog zwoegden, hadden waarschijnlijk maar weinig mensen verwacht dat dit logge slagschip van het land ooit een van de belangrijkste onderdelen van oorlogsvoering zou worden. Geplaagd door technische mankementen bleef de rol van de tank lange tijd beperkt. De Engelsen die beten het spits af in 1916 en ja, daar konden de Fransen uiteraard niet achterblijven. In hetzelfde jaar kwamen zij met hun eerste operationele tanks en daarna volgden de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. In 1918 was het moment daar. De Renault FT verscheen ten toneele. Ja, je kunt erom lachen en toegeven, dat snap ik ook wel. Maar dit type tank zou wel een van de meest succesvolle van de Eerste Wereldoorlog blijken te zijn. Hij was makkelijk te produceren, goedkoop. Alleen is het jammer dat snelheid en vuurkracht niet de allersterkste kanten bleken te zijn. Zo waren de meeste Renault FT's niet uitgerust met een kanon, maar met een machinegeweer. En ze haalden een maximale snelheid van 8 km per uur op de weg. Heuvel af. En als ze wind mee hadden. Ondanks dat bleef de FT in productie, ook toen de Eerste Wereldoorlog was afgelopen. Overal ter wereld kochten landen dit type tank aan. Nou, dan doe je toch iets goeds. Ik verzoek de luisteraars dan ook om wanneer ze straks hun legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Nou, ik kan me inderdaad voorstellen dat de Nederlanders goed geslapen hebben na het horen van deze speech van premier Colijn. Dit fragment komt uit 1936. Dat is 9 jaar na het aanschaffen van de eerste Nederlandse tank. Maar het toont wel aan waarom dat de Nederlandse regering deze tank heeft aangeschaft. Namelijk om de Nederlanders gerust te stellen. Huh? Hoe dan? Nou, door de tanks verschillende tests te laten doen. Zo moest de FT het opnemen tegen obstakels, wegversperringen en nog veel belangrijker, de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze experimenten moesten aantonen dat je in ons land niets kon met een tank. In de kranten verschenen bemoedigende foto's van het voertuig, vastgereden in de modder of half, dan wel niet helemaal onder water. Kortom, maak u zich geen zorgen, landgenoten. Het water is onze grootste vriend en beste verdediging. Nou, hoe ver kun je ernaast zitten? 10 mei 1940. De Duitsers vallen Nederland binnen, via het land en de lucht. Over de glorierijke Hollandse waterlinie werd gewoon heen gevlogen. Na 5 dagen strijd was ons land bezet en die ene tank stond gedurende die dagen gewoon in de kazerne. Niemand weet wat er later met het ding gebeurd is. En nu zit het met die tank hier in het museum dan. Die werd in 1940 door de Duitsers buitgemaakt in Frankrijk en is later ingezet voor de bewaking van het Duitse vliegveld Volk, hier 20 kilometer vandaan. Inmiddels staat het voertuig alweer sinds jaar en dag in ons museum. Hoewel de specifieke oorlogsgeschiedenis van onze FT niet bekend is, zijn we erg blij met dit bijzondere object. Alleen al omdat het ons iets ongelooflijks laat zien. De technologische ontwikkeling die gepaard gaat met oorlogsvoering. Deze tank komt uit 1918.
Dat scheelt maar 25 jaar met dit type T-34. En ongeveer 40 jaar met deze Nederlandse Centurion. Ja, dit mobieltje ziet er misschien wel bijna belachelijk uit, want waar zit WhatsApp dan? Maar toch was dit, niet eens zo heel erg lang geleden, hartstikke modern. Zo snel kan het dus gaan. En ja, dat geldt wel voor meer dingen. Onder andere voor fietsen. Alleen niet voor de mijne. Ik ga eens kijken of ik de 8 km per uur ook op dit oog kan halen. Doei doei!